De 21-jarige Fay Tole uit Waalre maakt als een van de 13 finalisten kans op de titel Miss Nederland. En daarmee is ze de enige deelnemster uit het zuiden van het land. Fay, van harte welkom. Hallo. Je werd gekozen uit 5000 mensen. Klopt, 5000 aanmeldingen. Erg leuk, heel speciaal. Ja, een leuke grote ervaring. Want je moest jezelf opgeven? We hebben onszelf opgegeven met onze naam en e-mailadres. En toen kregen we een e-mail 2 maanden daarna dat er 5000 aanmeldingen waren. Toen moesten we een foto sturen zonder make-up tegen een witte muur aan. En toen kreeg ik te horen dat er 120 over waren gebleven. En die nog 20? 120. Oh, 120? Ja, en die waren op casting gekomen. Waarvan jij? Ja. Maar wat dacht jij in eerste instantie toen je hoorde 5000 aanmeldingen? Nou, ik dacht, ik ben benieuwd wie de concurrentie is. En we zullen zien. Ja, en toen? Toen waren er nog 120 op casting. Ja, en toen hebben we verschillende rondes gedaan. Eerst begonnen met een pitch, een minuut lang jezelf voorstellen. En toen viel eigenlijk al de helft af. En toen zijn we daarna doorgegaan met lopen over de catwalk, in bikini ook nog. En toen uiteindelijk waren er 22 over en hebben we workshops gedaan en catwalk training. En toen waren de finalisten bekend. Wat goed, en nou een van de 13 dan. Ja. Hoe, waarom wilde je dit zo graag? Uiteindelijk, ik kwam Love in the Wild, dat is een programma wat in 2010 op RTL 5 zich afspeelde. En toen zag ik daarin Desiree van den Berg en die was in 2010 mis. En zij was eigenlijk, ik vond haar heel knap. En toen hoorde ik dat zij ook nog geneeskunde studeerde. Toen dacht ik, oh, nou mooi. En toen kreeg ik daarna te horen, zij is Miss Nederland. Toen dacht ik, oh, dat vind ik ook heel leuk. En toen ben ik ingeschreven. Dus maar jij had zoiets van die combinatie dat het beauty en brains is, gaf jou eigenlijk een beetje doorslag. Ja, en dat is ook echt zo. Want echt het uiterlijk gecombineerd met je innerlijk en of je studeert en hoe je jezelf representeert. Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Want hoe uitzicht dat dan straks in de wedstrijd, zeg maar? Dat je van beide het nodig hebt? Het exacte... Het programma weet ik niet, maar wel. We krijgen vragen over de politiek. 2 vragen in het Engels en in het Nederlands. Dus je moet ook wel Engels kunnen spreken. En natuurlijk het lopen in verschillende outfits eigenlijk over het podium. Ja. Oké, maar waar ga je? Stel nou dat jij die Miss Nederland gaat worden. Ja. Wat draag jij dan uit als Miss Nederland? Nou, ik denk vooral ook echt uitstraling. Ik blijf rustig. Ik ben ook wel aardig. Ik ben ook toegankelijk, denk ik, voor andere mensen. En ik hou me ook bezig met een goed doel, Free a Girl. En dat houdt in? Ze bevrijden minderjarige meisjes uit kinderprostitutie wereldwijd. En ik denk, als ik Miss Nederland word, ga ik me daar echt volledig voor inzetten. Ja. Dat is een goed doel. We zien ondertussen beelden voorkomen van Miss Universe. Ja. Is dit, want dat moet je even uitleggen. Want eigenlijk is het de verkiezing er straks met twee winnaressen. Ja, eentje voor Miss World en eentje voor Miss Universe. Eigenlijk zijn er 2 winnaars van de Miss Nederlands verkiezing. Mm-hmm. En, eentje gaat voor Miss Universe en eentje voor Miss World. En wat is het verschil dan? Miss World is eigenlijk meer met betrekking op de wereld en de goede doelen nog veel meer dan Miss Universe. En Miss Universe is meer commerciëler, meer shoots en meer shows. En ik denk dat Miss World, exact weet ik het ook niet precies, maar Miss World is ook meer... dat je echt gaat kijken bij andere goede doelen en je gaat de wereld over om te kijken hoe en wat het overal is. Ja. En, denk je dat je zelf een verschil kunt maken door Miss Nederland te worden of Miss Universe? Ja, ik denk wat ik wel eens heb gezien bij Miss Universe of Miss World. Nou, is een beetje dat ze toch wel een beetje capsones hebben. En, herken je jezelf erin? Ja, die heb ik niet eigenlijk. Nee, dat vind ik heel fijn en ik denk dat daarom ik mensen ook kan inspireren en ik blijf een beetje neutraal en dus ook toegankelijker voor andere mensen. Ja, ik denk dat ik daarin wel een verschil kan maken. Echt een mix. Want ben je altijd bewust geweest van jouw schoonheid? Nou ja, je weet wel, als je een populair meisje van de klas bent of je bent met vriendinnen uit, dan merk je wel iets, maar ik hou me daar niet mee bezig. In die zin dat ik me echt mijn schoonheid naar buiten draag om dingen voor elkaar te krijgen, dat doe ik niet. Nee. Zitten er ook nadelen aan mooi zijn voor jou? Nou, ik heb nog niks meegemaakt. Nee, dat snap ik met die mooie Bambi ogen. Goed, die verkiezing, hè? Stel dat je hem gaat winnen, hoe belangrijk is het voor jou dat je hem gaat winnen? Nou, ik zie het nog steeds als een hele grote ervaring. En als ik het win, dan ga ik er volledig voor. En dan denk ik ook nog dat ik heel veel kan leren. En als leerproces vind ik het ook echt heel belangrijk om te winnen. Want doe je daarnaast ook nog ander modellenwerk? Nou, ik heb wel eens wat gedaan, maar echt puur model. Nee, dat niet. Ik doe wel veel promotiemodellenwerk. Dat is eigenlijk iets anders, meer met promotieteams. Maar ik heb wel eens wat shoots gedaan. Ik heb in een commercial gespeeld, maar niet dat ik... fulltime model. Oké, als je nou jezelf het nummer moet geven van 1 tot 13, welke word je dan? 1.
heen. Ja. Nou ja, mocht je nou thuis al zitten met de overtuiging dat Vee echt de mooiste van het land is, dan kun je natuurlijk op haar stemmen. Op onze Facebookpagina kun je lezen hoe. En op 8 december is de officiële verkiezing en de bekendmaking van de mooiste van ons land. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Het zou leuk zijn als Brabant het gaat worden. Dankjewel.